Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Thijs Bosgoed. Thijs, je bent van Bybay. Wat doen jullie? Wij geven geretourneerde producten een tweede leven. En hoe doe je dat? Want geretourneerd is gewoon, want ik heb iets besteld bij bol.com of bij wie dan ook. Ja, ja. Stuur ik terug. En dan? Absoluut. Dat doen heel veel mensen. Tot vervelend naartoe misschien wel. Vervolgens kan het zijn dat je een product terugstuurt, die heb je een keer gebruikt. Je hebt de wet koop op afstand. Als jij een koffiezetapparaat bestelt, dan heb jij officieel het recht als consument om die uit de verpakking te halen en misschien wel een kop koffie ermee te zetten. Dan denk je, ja, is toch te groot of te klein of de kleur is niet mooi of het maakt te veel lawaai, koffie is niet lekker, hup, je stuurt het product terug. Ja, en wat moet zo'n webshop er op dat moment nog mee? Kan je niet nog een keertje als nieuw verkopen? Die kun je niet als nieuw verkopen. Die is duidelijk gebruikt. Misschien vergeet iemand wel om de koffiekan erbij in te doen. Die komt dus terug bij de originele verkoper. Ja, en die zegt op dat moment, ja, ik weet niet eens goed wat ik hiermee aan kan. En op dat moment komt de Bybay om de hoek kijken. En mogen ze die producten massaal naar ons toesturen. Wat is inmiddels ook gebeurd. Wij kijken die producten na. We testen ze, we repareren ze, we vullen ze aan, we maken ze schoon, we herverpakken ze, alles wat dan ook nodig kan zijn. Vervolgens nemen we het product stok, allemaal individueel, dus ieder product is een uniek product. En daarna helpen wij mee met onze slimme software om het product voor een zo hoog mogelijke prijs, of voor een maximale retentie, zoals we dat noemen, aan de volgende consument te verkopen. Ja, dat zijn dat de bekende tweede kans producten die je soms in die webshops... Tweede kans, retourdeals, retourkansjes. Refurbished. Ja, wij noemen het niet refurbished, dus dat is het niet. Dat heb je bij de iPhone, bij de telefoons, is dat waar? Ja, maar dan is echt... Kijk, bij refurbishment is het... Ja, een telefoon is 2 jaar gebruikt, je vervangt de batterij. Ja, dat is echt... Oké, dat is een andere markt. Dit is bijna nieuw, zeg maar. Het is één keertje gebruikt. Ja. Het is laatst enorm in het nieuws geweest, hè, dat dit zo enorme volumes zijn. En dat het ook onhoudbaar is, qua kostenpost voor heel veel webshops. Ja. Zijn jullie onderdeel van de oplossing hiervan? Op deze manier? Ja, absoluut. We hebben... Kijk... Als bedrijf hebben we twee hele duidelijke uitgangspunten. Eén, we hebben een heel groot duurzaamheidsprincipe. Jullie kennen vast de berichten van de wereldgrote, of de meest grote speler misschien wel ter wereld. Waar het een en ander wordt verbrand, wat in de pers is gekomen. Of waar de spullen worden vernietigd. Of waar geen vervolg aan wordt gegeven. Gewoon omdat de volumes dusdanig groot zijn of... Omdat de waarde van het product niet interessant genoeg is om daar nog iets mee te gaan doen. Terwijl het eigenlijk nog hele goede producten zijn. Dus wij hebben gezegd, oké, wij willen ieder product een tweede leven geven. Gaat bij jullie niets weg? Nee, als het nog te gebruiken is. Dus als het een doos met 6 kapotte glazen binnenkomt. Er zijn natuurlijk ook special producten van een paar euro. Nu las ik dat jullie onlangs, misschien wel een tijdje geleden, al een outlet op de bazaar in Beverwijk. Ja. Is dat onderdeel? Meerdere zelfs, volgens mij. 3 inmiddels. Precies. Is dat onderdeel van wat je zegt? Van, exact. Misschien heeft het niet meer de waarde om het via een webshop te verkopen, maar verkoop je tijd. Even terugkomen op het antwoord waar ik net zat. Dus aan de ene kant duurzaamheid. En aan de andere kant hebben we als drijven, we willen de maximale retentie of de maximale recovery uit een product halen. Dus iPhone komt terug, dan willen wij hem nakijken, data wipen, opnieuw verkopen. En dan is het spel wat wij spelen is om zo dicht mogelijk tegen de nieuwe prijs te verkopen. En daarnaast, iedere dag komen retouren binnen. Iedereen kan 1 iPhone verkopen, maar als je de 100 per dag binnenkrijgt, ik noem maar wat, dan moet je ook zorgen dat je de 100 per dag verkoopt. En dus niet dat je uiteindelijk nog een heel veel tijd met heel veel voorraad blijft zitten, wat niet verkocht kan worden. Wij hebben daar garantie in dat wij altijd alles 100% verkopen, binnen afzienbare tijd. Dus een tijd die we met elkaar afspreken. Bijvoorbeeld 90 of 100 dagen, dat is een beetje wat... Neem ik aan ook die intelligente software oplossing in beeld. Ja. Want daar zit natuurlijk een soort prijselasticiteit waar je het optimum moet gaan zoeken. Hoe kun je eens uitleggen hoe dat werkt voor een leek?
Want het klinkt altijd heel mooi. We gebruiken artificial intelligence of machine learning, weet ik wat jullie gebruiken. Ja. Hoe werkt het? Dat gebruiken we allemaal. eigenlijk heb ik een half uurtje nodig en een whiteboard om het helemaal uit te tekenen. Maar dat doen we in 2 minuten. Precies, we gaan iets versimpelen. Kijk, ieder product wat we verkopen genereert een datapunt. Ja. Dus we hebben een product verkocht. Ieder product is bij ons een uniek product. Een uniek product. Ja. IPhone, maar wat wel een gebaseerd is op een EIN-code. Dus een uniek productcode. Dus een SKU is een bepaalde EIN. Bij ons gaat het nog verder, want bij ons geven we ook nog een gradatie aan het product. Dus een product heeft een bepaalde schade, dan valt hij in een bepaalde schaal. Vervolgens, als wij met het product de markt op gaan, dan kijken wij wat is de status van het product, wat is op dit moment de marktprijs voor dat product en wie zijn op dat moment de aanbieders binnen dat platform. We verkopen meerdere platformen, we kijken altijd per platform wat gebeurt daar. Nou, op basis van historische data bepalen wij een prijs voor het product. Dan denken wij dat heeft een bepaalde slagingskans. En die slagingskans die wordt berekend op basis van wat is op dit moment de marktprijs en hoe lang, wat is de status van het product en hoe lang heb ik nog voordat het product verkocht moet worden. Want het product, wij maken met elkaar de afspraak, jij levert mij geretourneerde producten en ik maak met jou de afspraak, ik zorg dat die 100% zeker verkocht zijn voor dag X. Ja. Nou, dat doet ons systeem, die kijkt, nieuw is die 1000 euro. Ik heb een iPhone, er zit een klein krasje op het scherm en de oordopjes ontbreken. Nou, die valt in een bepaalde schaal. Dan zegt ons systeem, ik heb nog 99 dagen om te verkopen. Op basis van wat ik in het verleden al heb verkocht, binnen deze iPhone, exact binnen die schaal. Als die er niet is, dan neemt hij een iets minder hogere wegingsfactor als het een andere klassificatie is. Als het een andere iPhone type is die we nog nooit hebben verkocht, kijkt hij bijvoorbeeld de XR, die hebben we nog nooit binnen gehad, bijvoorbeeld, maar de X wel, dan kijkt hij naar de X. En zo zitten er allemaal schalen in. Nou, dan neemt hij een bepaalde wegingsfactor in en dan bepaalt hij een bepaalde prijs. Dat doet hij een aantal keer per dag. Nou, en vervolgens, als hij op die dag niet verkocht is, dan kijkt hij de volgende dag weer met de verhouding, hoe lang heb ik nog om dit product te verkopen en dan bepaalt hij weer een nieuwe prijs. Ja. En op een gegeven moment zegt een consument die langskomt, die zegt, hey, ik vind dit met de status van het product, met de beschrijving, met de foto, met alle informatie die ik ervan, vind ik dit een goede prijs, ben ik heel blij met 100 euro korting op een totaalbedrag van 1000 euro. Een dynamisch pricing systeem. Ja, waarbij, die kan omhoog gaan, die kan naar beneden gaan, neem airconditioners. En jullie verkopen het niet zelf via een webplatform, hè? Dat gaat via jullie opdrachtgevers, via de blokken of bol.com of weet ik exact, niet. Exact, we hebben een bewuste keuze gemaakt. Hoewel we regelmatig intern de discussie hebben. Omdat heel veel mensen tegen ons zeggen, jongens, begin nou een eigen webshop. En waarom doe je dat niet dan? Waarom heb je wel die winkel dan? Ja, die winkel, ja, we gaan een beetje van vraag heen en weer, maar nou ja, even terug naar die winkel. Voor mij hetzelfde. Even terug naar die winkel. Nou, jij kan heel gestructureerd willen, maar Nee, ik vind het perfect, maakt mij niet uit. Jullie sturen mij gewoon een kant op, ik volg. Die winkels, ja, dat is dus, dat zit echt in die duurzaamheidshoek. Dat we zeiden van ja, nu komt er dus een product van 3 euro. En product van 3 euro fotograferen, herinpakken, nakijken, testen, opnieuw versturen. Ja. Nou, dat lukt niet. Ja, wij zeiden, we gaan ook hier geen dingen weggooien. Nou, toen waren we dus op zoek naar, waar ga je nou een plaats vinden waar je producten die niet volledig nieuw zijn, toch aan de man kunt brengen. Waar het publiek best kritisch mag zijn, maar daar wel een beetje rekening mee kan houden. Waar toch veel mensen komen in een weekend. Nou, allemaal factoren hebben we erbij genomen. Toen dachten we, ja, waar moeten we in hemelsnaam gaan zitten? En toen dachten we, ja, misschien de pop-up store aan de Kalverstraat. Nou, dan betaal je helemaal blauw. Toen dachten we, nee, gaan we ook niet doen. Toen dachten we, misschien een outletcentrum, een Bataviastad of een Roermond. Ja. Of, ja, die vinden zich allemaal high-end, dus die willen zich helemaal niet. He, ondanks dat ze nou, dus dat paste allemaal niet volgens iedereen. En toen kwamen we bij de bazaar uit in Beverwijk. Nou, ik kende dat vroeger alleen nog van de Zwarte Markt. Ja. Toen ben ik erheen gegaan, gesprek gehad. En dat was zo veranderd en dat is zoveel groter geworden. Het is nog steeds
een mix van alles en nog wat. Ja? Het publiek wat er komt is echt niet hetzelfde publiek als wat op de PC Hoofdstraat shopt. En dat maakt de combinatie juist zo goed. Er komen heel veel mensen en zijn allemaal bereid om iets om een leuk dealtje te scoren of iets goedkoops te scoren. Ja, dan even terug naar en de dat vraag. Doen we. Ja. Je kiest er wel voor om die fysieke winkel te hebben op de bazaar. Ja. Voor die hele goedkope producten waarvan het niet de moeite is om ze in te pakken en dat soort dingen. Waarom dan toch niet je eigen webshop voor de andere producten? Nou, maar waarom doe je dat tweeledig, dus via de blokkers? Ja, en de... Ja, tweeledig. Ik denk dat Google uiteindelijk dan de grote winnaar gaat worden. Als wij ook een webshop hetzelfde product weer gaan aanbieden. Ja. Wat bijvoorbeeld op een product staat op bol.com, een product staat op onze site. Dan heb je traffic nodig naar je site, dan ga je naar Google en dan koop je daar traffic. En je doet het op hetzelfde product, dus je bent heel erg hard met elkaar aan het concurreren. Ja. Ja. Dus één, je gaat heel veel marketinggeld moeten uitgeven. En twee, je gaat dus ook nog eens concurreren met je eigen leveranciers. Ja. Dus gaan traffic naar onze site halen die niet naar de leverancierswebsite gaat. Die snap ik. Dus voor mij in mijn hoofd een mooi bruggetje even naar hoe het financieel werkt, want... Jullie sluiten zo'n deal met bijvoorbeeld de blokker. Ja. Alles wat er teruggestuurd wordt, laten zij bij jullie afleveren. Blijft het product van hun en deel je een gedeelte... of room je in je eigen businessmodel een percentage af van de opbrengsten? Of zijn jullie financieel... Koop je het echt van de blokker, die partij? Nee, wij kopen niks. Precies. Ja. Wij leveren echt... Hadden we... Dat antwoord is ook een beetje tweeledig eigenlijk. Kijk, we hebben daar in het begin, toen we net begonnen, hebben we daar een vrij duidelijke keuze in gemaakt. Als we heel veel geld hadden willen verdienen, hadden we het echt moeten opkopen. Ja, want dat gaat nu per kilo vaak, hè? Ja, en percentages die gewoon extreem laag zijn. En dat is nog een beetje... Ja, de oude wereld, de opkoperswereld, waarin gewoon wordt gezegd, ja, ik weet niet helemaal precies wat het is, we weten de status niet van het product. En doe maar in bulk, hier heb je dit bedrag en dan gaat het de deur uit. Ja. Dat is ook een beetje de reden waarom we zijn begonnen. Omdat we zeiden van, uit die grote stapel aan goederen, geef mij 3 producten, willekeurig, ga die individueel aan een nieuwe consument verkopen. Ja, en daar gaat je zoveel meer opleveren dan dat je het gewoon maar in bulk een beetje op die manier gaat wegzetten. Toen hebben we gezegd, oké, dan gaan we dat niet doen. Dan gaan we eigenlijk, we zijn een beetje de tegenhanger van die wereld. Nou, dan betekent dat je een heel veel hogere opbrengst kunt gaan garanderen. En als je het op lange termijn wil doen, dus niet op korte termijn voor een hogere winst gaat, maar op langere termijn voor een duurzame relatie gaat, dan zeggen we, laten we het echt insteken als een dienst. Als een dienst voor de partij die je net opnoemt. Zij hebben een retouren probleem, of zij hebben een probleem om het niet nieuwe retourproduct opnieuw te vermarkten, daar gaan wij bij helpen. Nu vind ik jullie echt een fascinerend bedrijf, want je bent een, dat bedoel ik positief, je bent een technologiebedrijf. Dat is alweer mooi, die heb je al binnen. Technologiebedrijf, volgens mij heb je een ongelooflijk slim softwarematige benadering om die prijs te bepalen en weet je, een systeem wat zelf leert. Tegelijkertijd kijk ik dan op jullie site en zie ik foto's van een loods van 10.000 vierkante meter waar al die shit... Ja. afgeleverd wordt, waar jullie mensen gewoon puur handmatig, product voor product, stofzuigers die in week gebruik zijn, staan schoon te maken en opnieuw in een doos te staan stoppen. Dat is toch beide uitersten van wat er bestaat. Ja. Aan de ene kant een technologiebedrijf, aan de andere kant totaal handwerk. Niet schaalbaar handwerk. Ja, en dan vervolgens ook nog een retailtak ernaast opgezet. Dus eigenlijk hebben we 3... Ja, er zijn iets meer, maar uiteindelijk zijn er 3 hoofdbedrijven. Ik zou eens in die loods bij jullie willen kijken. Maar kom langs. Maar er super fascinerend. Een enorme berg. Ja, en het is fascinerend en het is confronterend. Kijk, je komt daar binnenlopen. En als ik mijn ouders ook meeneem, dat valt bijna niet uit te leggen. Dat je denkt, sturen mensen dit massaal terug... En gebeurt dit blijkbaar zo massaal en in deze volumes? En dat is dus inderdaad een heel ander bedrijf dan het bedrijf wat we hebben in Amsterdam. Nou, dus
We hebben dat ook op die manier opgezet. Dat zit in Brabant, hè? Nee, Wiegen. Dus Wiegen. Dat is bij Nijmegen in Gelderland. Okay. Tegen jij gaat morgen naar Nijmegen. Ja, maar... Tegen de Duitse grens. Bij Wiegen grens kom ik niet zeker. ja, je kan er bijna niet omheen. Als je naar deze kant komt, dan kom je... Ja, oké. Okay, okay. Dan, ja. Maar we hebben dat ook op die manier opgezet als, als organisatie. Dus het warehouse is een eigen entiteit. Heeft een eigen P&L. Zijn verantwoordelijk om een eigen broek op te houden. Zijn eigen management op. Vervolgens hebben we het team in Amsterdam. Die is echt bezig met de verkoop. Met de verkoop aan de volgende consument. Dus dat is echt het consumentenbedrijf. Nou, en dan hebben we nog die retailtak, die ook zelfstandig, bijna geheel zelfstandig bezig is om die goedkopere producten aan de man te brengen. Nu komt dat samen in een managementteam en wordt echt wel over en weer met elkaar gesproken en informatie uitgewisseld. Maar het is wel de bedoeling dat die bedrijven afzonderlijk hun eigen P&L managen en afzonderlijk daarin de juiste keuzes maken. En jullie hebben flink investeringsgeld opgehaald, al in 2017, van Fortino, een Belgisch venture capital fonds. Ja. Een paar miljoen. Ja. Europese subsidie gekregen, vanuit de duurzaamheid, recycling, gedachte, ook een paar miljoen. Ja. Hoe staat het bedrijf er nu voor? Zijn jullie inmiddels rendabel? Je lacht erbij. Ja. Toch geen rare vraag. Nee, dat is een hele goede vraag. Vraag je ouders natuurlijk ook van al dat geld wat je geleend hebt, man. Nee, ik heb geen geld geleend. Nou, maar in de beleving van mensen is ik toch... En dat klopt natuurlijk niet helemaal, maar ik kom van een boerderij. En op een boerderij word een beetje opgevoed met... Ja, eerst moet je het geld hebben voordat je het uitgeeft. Ja. En dat zit ook nog wel deels in het bedrijf. Als je een venture capital toelaat, dan krijg je dus geld. Dan zet je een deel van je bedrijf tegenover. Ja. Dat hebben we inderdaad gedaan. Die keuze hebben we gemaakt omdat we kwamen erachter. Het model werkte. Het model werkte goed. We waren in staat om grote klanten binnen te halen. Of grote partners noemen we het eigenlijk. En toen zeiden we, nu moeten we dan ook een volgende... echt een professionaliseringsstap gaan maken. En dat betekent dus echt een heel veel grote warehouse gaan neerzetten. Echt een grote software team gaan neerzetten. Dus echt een paar essentiële stappen te maken. Omdat we zien gewoon het model werkt. En de markt valideert het ook nog eens. Dat ze zeggen, we willen graag met jullie werken. En omgekeerd. Nou, toen hebben we dat gedaan. De keuze gemaakt. Dan gaan we geld extern ophalen. En gaan we dat toelaten in ons bedrijf. 2017 gedaan, maar ook wel met de gedachte destijds in een onderling overleg met Erik en Teun. Erik is mijn broer die in het bedrijf zit, die doet hele, de verfilmde warehouse-tak. En Teun is een goede vriend van mij, die is ook in 2016 erbij gekomen. En met z'n drieën zitten we in het bestuur van het bedrijf. Toen hebben we onderling de keuze gemaakt, laten we nou één keer... geld ophalen, volgens het businessmodel doorontwikkelen, maar ook met in het achterhoofd, we gaan wel in de komende jaren naar winstgevendheid toewerken en naar cashflow positiviteit toewerken. Het is leuk dat je op basis van groei... En dat is ook gelukt. Maar het is leuk dat je op basis van potentie allerlei kansen krijgt. Maar het is nog veel leuker en veel interessanter volgens mij om dat dan ook echt werkend te krijgen. Ja. Dus nu zijn we een... dus op het moment dat je winst maakt en dat je cashflow positief bent, dat je eigen broek kunt ophouden. Dat betekent ook, want we hebben hier veel start-ups aan tafel die vaak ronde na ronde, dat jullie op dit moment je groei zelf kunt financieren. Ja, en ik vind dat ook wel op het moment dat gebeurt... ik vind dat is dan wel weer een bepaalde milestone. Anders ga je dus heel lang op de belofte om iets te worden. En als die markt maar groot genoeg is, dan kun je die belofte heel vaak voor je blijven beloven. Ja. Ja. Dan als het in Nederland niet meer lukt, kun je altijd nog internationaal. Ja, en dan haal je daar weer geld voor op. En wij hebben die keuze gemaakt. We willen het echt valideren. Dus we willen ook die stap maken. En dat is inmiddels dus gelukt. Ja.
Het is wel kapitaalintensief, je zei het al, grote loodsen, ja. Veel mensen. Ja, absoluut. Betekent dat ook dat je, als je door wil groeien op deze manier, want jullie zijn hard gegroeid de afgelopen jaar, dat ook blijft lukken? Of kan je op een gegeven moment nog zeggen, nou, we gaan naar het buitenland en dan gaan we toch weer eens een ronde doen. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, daar hebben we zeker goed over nagedacht. De afgelopen, die discussie, die is zeg een jaar geleden al wel ingestoken onderling. Kijk, het model is niet alleen... inmiddels niet meer, dat partijen de producten naar ons toe kunnen sturen. Dat wij het verwerken en wij helpen met de wederverkoop. Het model is verder geëvalueerd. Dat we aan de ene kant een model hebben wat volledig end-to-end is, zoals we dat noemen. De consument retourneert het rechtstreeks naar ons. Het gaat niet meer via blokken. Een andere. Ja. Rechtstreeks gaat het naar ons toe. Wij verwerken het product en wij verzorgen dat het product weer naar een nieuw consument toe gaat. Dus de leverancier van het product heeft dat product nooit meer gezien. Nou, dat is een volledige oplossing, worden zij volledig ontzorgd. Dat is ook waarom wij een palmboom als logo hebben. Dus de partij wordt volledig ontzorgd. Een hangmatje onder de boom. Ja, in een wereld waar, of in een branche waar dat bijna nooit voorkomt. Hè, waar je volledig ontzorgd kunt worden, want het is altijd een moeilijk product. Het is ellendig. Ja. Nou, vervolgens hebben we ook volledig de andere kant. De andere kant is dat onze software dusdanig ver ontwikkeld is naar een SaaS-model toe. Dus dat alles wat wij in ons warehouse doen, kan iemand anders ook in hun eigen warehouse doen. In combinatie met onze verkoopsoftware. En dan zien wij het product nooit meer. En dat zijn de twee uitersten die we hebben. En daar zitten natuurlijk een hele hoop combinaties tussen. De combinatie die ertussen is, dat je zegt, nou, een prullenbak die kan ik wel in mijn eigen warehouse doen, dat is niet zo moeilijk. En een laptop... die niet gewist moet worden, maar gedata-wiped moet worden. Dus die wordt volledig overschreven. Dan moet je de nieuwe software weer opzetten. Die moet je de drivers opnieuw installeren. Daar is vrij veel kennis voor nodig. Helemaal omdat er iedere week komt er wel weer een nieuw programma uit... of een nieuwe versie van de laptop uit. Dat je dan zegt, dat stuur ik wel naar Bybee toe. Naar hun warehouse in Wijchen. En veel producten doe ik in mijn eigen warehouse. Dus daar zitten allerlei tussenoplossingen in. Nou, en als je dan internationaal wil gaan schalen... zien wij het zitten om tientallen warehouses in Europa neer te gaan zetten en dus die route in te gaan van nou, up, komen we weer met een bak geld en we gaan het daar proberen. Of zeggen we nee, de route die logischer is misschien, we zorgen dat in tientallen warehouses in Europa onze software gaat draaien en dat Wijchen een veel gespecialiseerde kenniscentrum gaat worden. Ja, dus eigenlijk zeg je, ik vertaal het even kort. De software die jullie kunnen ontwikkelen doordat je het gedaan hebt zoals je het hebt gedaan. Want het is ook het valideren van je software. Ja. Je ziet elke dag wat er gebeurt en je weet precies waar het fout gaat. Ja. Dat product moet uiteindelijk schaalbaar worden richting andere landen, andere markten. Ja, absoluut. Ja, en daar hebben we de eerste drie partijen voor aangesloten die zeggen En dan heb je een ander model, heb je waarschijnlijk een licentiemodel waarbij partijen gewoon betalen voor het gebruik van de software. Ja. Ja. Ja, of per label of per, nou kijk, we proberen het zo, we proberen het in te steken dat het voor ieder bedrijf volledig hetzelfde is, qua prijzing en qua, dat lukt natuurlijk qua werkwijze. Ja. Dat lukt vrij aardig, moet ik zeggen, omdat dat scheelt operationeel binnen je eigen bedrijf, aan je eigen kant verschilt je gewoon heel veel werk. En het is in de markt gewoon duidelijk wat iets kost en wat het is. En het lukt in de meeste gevallen. Nu komt daar een nieuw model bij. Ja, dan ga je daar toch weer aan moeten sleutelen. Maar we proberen dat wel zo een gezins mogelijk te houden. Ja, jullie zijn in 2014 begonnen. Ja. Wat was toen jouw drijfveer? Is die nog even sterk? Waarom begin je zoiets? Nou, ik heb eigenlijk al vanaf dat ik klein was, wilde ik een bedrijf opbouwen. En wat voor bedrijf is ik niet? Nee, ja, ik wilde gewoon ondernemen. Ja. Het leek me gewoon mooi om een keer een bedrijf op te zetten. Ja. Dat was er nog niet van gekomen. ik zat in het Nederlands team met roeien, samen met Teun, die ook in het bedrijf zit.
Daar ken ik hem ook van. Vervolgens kwam ik... Ja, topsport is fantastisch om te doen. Maar je doet wel iedere dag nagenoeg hetzelfde. En in roei al helemaal. Dat ik dacht, ik moet ook geestelijk moet ik ook een beetje bezig blijven. Dus ik moet mezelf wel een beetje gaan ontwikkelen op een ander gebied dan alleen roeien. Toen liep ik iemand tegen het lijf die ging voor Rocket Internet aan de slag en die ging bezig met Citydeal. Nou, Citydeal is na 6 maanden overgenomen door Groupon, dat werd de internationale Groupon. En die kwam ik tegen heel toevallig en die vertelde wat hij ging doen. En die zei, wil je niet komen helpen? En toen dacht ik, ja, hartstikke leuk. Toen rolde ik daarin. Toen heb ik geholpen om Groupon op te bouwen in Nederland en België. Vervolgens ben ik naar Istanbul verhuisd. Heb ik daar de Emerging Markets gedaan voor Groupon. En toen ging daar een richting op waarvan ik dacht, ik zou het misschien anders doen. En toen was dat voor mijzelf een realisatie en een moment dat ik dacht, misschien is dit wel een mooi moment om weg te gaan en voor mezelf te gaan beginnen. Ik was niet getrouwd, ik had geen kind wat ik inmiddels heb. Ik heb inmiddels ook een vrouw. Ik had geen hypotheek wat ik inmiddels heb. Dus ik had eigenlijk heel weinig te verliezen. Ja. Ik had een hartstikke leuke baan, een goede baan op zeggen. Maar ik denk, als dat alles is wat je kunt verliezen, ik kan morgen wel weer ergens anders werken. Dus dat was het grootste drijfje om te zeggen, dit is gewoon een heel goed moment om te beginnen. Dus laten we dan ook gewoon maar beginnen. Hoe kwam je dan hierop? Want de reden is... Ik zat in die producthoek en ik zat in productbusiness. Dat had ik bij Groupon ook ontwikkeld en opgezet. Daar ook met retour in aanmerking gekomen. Eerst gingen we als Bybay de B2B-markt helpen om beter online te kunnen verkopen. Dat waren met name nieuwe producten. Vervolgens komen daar, net als bij Groupon, ook allerlei retouren uit. Die retouren die daaruit ontstonden, dat was exact hetzelfde wat ik daarvoor ook al had gezien. Stuur dat maar naar opkopers en daar is niet echt een goede oplossing voor. En dat was wel de realisatie. Nu gaan we dat probleem erbij tackelen. Dat is volledig ons volledige businessmodel geworden zelfs. In het begin hadden we 2 businessmodellen en dat is geëvalueerd naar echt 100% het retour businessmodel. Waar sta je over een jaar? Waar we over een jaar staan? Dan nodigen we vaak mensen weer eens uit, hè? Een jaar. Kom je nog? Dan kunnen we terugkijken, we staan alles op. Dat wordt wel een heel interessant gesprek ook. Volgend jaar. Dan weten we of ons SaaS-project, hoe dat loopt, hoe internationaal dat inmiddels is. En er staan gewoon een paar hele mooie dingen te gebeuren op dat gebied. We zijn benaderd door een paar internationaal grote partijen. Die zeggen, kunnen jullie ons niet komen helpen in een markt waar we nu nog niet heel actief aan het opereren zijn. Dat zijn hele mooie potentiële partners die eraan zitten te komen. Waar ik volgend jaar heel veel meer over kan zeggen. En dan kan het businessmodel nog verder geëvalueerd worden en bekeken worden. Zit er ook spanning in bij jullie in het bedrijf? Want je broer is van de warehouses. Ja. En je zegt, onze toekomst als bedrijf ligt in de SaaS. Dat is niet zo spannend. Nee. Kijk, ik vind niet dat je daar op basis daarvan de keuze moet maken. Van, jij bent nu dit aan het doen en daarom gaan we deze propositie niet ontwikkelen. Ik denk dat ze ook altijd naast elkaar gaan ontstaan. Alleen ik denk dat het gedeelte in het warehouse specialistischer gaat worden. En dat de logica zit voor een gedeelte. Hè? Want het moet allemaal maar kunnen bij onze leveranciers. Ja. Het is niet hun core business. Dus er zijn er ook genoeg die zeggen, jongens, wij willen hem gewoon niet zien, het product. Stuur maar rechtstreeks naar jullie toe. Mag ik nog iets heel raars zeggen? Jullie hebben een fantastische oplossing voor een, vind ik eigenlijk, totaal absurd probleem, toch? Vind ik ook. Ben je het met me eens? Ja, dat zei ik net. Kom naar het warehouse toe en dan zie je het. Wat hier gebeurt met mensen die maar bestellen en als ik het lees wat er teruggestuurd wordt, je zult het in jullie warehouse misschien binnenkomen. Ja. Volle stofzuigers, koffiepotten waar het schimmel in staat. Het slaat toch zo langzamerhand werkelijk helemaal nergens meer op. Wat nergens op slaat is dat, kijk,
De wet kopen op afstand, die beschermt die consument heel goed. Ja. Nou, dat wordt schandalig misbruik van gemaakt. Ja, dat is aan de ene kant is dat natuurlijk goed. Want anders krijg je gewoon misbruik aan de andere kant. Ja, voor jullie ook goed. Ja. Nee, dat gaat niet eens om ons business meer. Maar, dat koffiezetapparaat, ja, als je die alleen van een plaatje moet kopen. Want ja, dat gebeurt op internet. Natuurlijk komen tegenwoordig filmpjes en alles. Maar laat je zeggen, je koopt het op een plaatje. Ja, maar je hoeft die wet allemaal niet uitgelegd. Ze hebben het allemaal over eens. Daarin zullen dus altijd goede redenen zijn om het product te retourneren. Maar het overconsumeren en het gewoon maar met kopen en terugsturen. Ja, wij als Bijbe zijn daar actief mee bezig om te helpen om daar zeker iets in terug te brengen. Dus als die markt halveert... Is ook een belangrijke halveert, drijfveer? Is dat ja, belangrijk? Ja, tuurlijk. Als die markt halveert, wij zullen dat absoluut toejuichen. Ondanks dat wij dan misschien minder producten krijgen. Want die markt is dus aan de grote dat ik me daar geen zorgen over maak. Maar dan zullen wij misschien op de duur minder producten krijgen. Maar als dat een veel betere oplossing is, hoe wij als consument ons gedragen, laten we het alsjeblieft ontwikkelen. Want hoe dat gaat, hoe makkelijk dat nu gaat, ik denk wel dat daar wat vraagtekens bij gesteld mogen worden. Ja. Absoluut. Dankjewel. Super, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd Freedom Lab voor de gastvrijheid, PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream en Bier & Co. voor de biertjes. Die van Palm zijn niet van hun, maar volgende week hebben we weer vers bier. Hebben we palmpjes van hun? Ze zijn overgenomen door... En Bavaria, toch? Ja, maar we krijgen... Ik heb net van Johan gehoord dat we via hun nu ook weer palmpjes... Oké. Nou ja, kijk eens, weet je wel. De cirkel is rond. De cirkel is rond. Ja. Ja. Hey, bedankt voor het kijken. Dag. Oh, mooi. Super mooi verhaal, ja.